Dag beste kijkers, welkom bij alweer de 27e aflevering van Sassendonk TV. Ons gedisse keer op bezoek in het o zo mooie Westen Olten. En wel bij Prins Willem van Net Ermandes. Wieger, goedenavond. Je bent in het mooie Westen Olten. Je gaat hem de belastingpapier aan invullen bij meneer Bakker. Tenminste, ik denk dat mijn oom komt. En ik heb mijn grote vriend ook met hem. En moest dat wel eerst hem dweil. Ja, want de gang was nog schoon, hè? De gang was nog schoon, dus... vriend, zullen we gewoon kijken of het thuis is? 36, hè? 36. Kijk even voor de belastingpapier aan kleur heeft. Ik heb er weinig vertrouwen mee. Ik ook. En ik denk dat die Bakker nog wat schikt. Jannie. Oh, Jannie, die ziet er straks de gulden van ik weet niet wat. Hij is ook wat van plan, want de speeltassen die... Ik hoor geen bellen. Oh. Dan zitten er onder. Het duurt wel lang, hoor. Het duurt wel langer. Ja, kijk nou. Ja, kijk dan. Nou eens. Wieger, hij heeft een mond vol. Hij heeft een mond vol. Hij heeft een mond vol. Van de zaad versneden. Hij heeft een mond vol. Ja. Nou, dat komt goed uit. Welkom. Goedemiddag. God, mij was een overval. Dat komt goed uit. Ah, goedemiddag. Wieger, wat dacht je wat? Het eet nog. Ja, er is dan wat. Je kunt alleen nog omdat ik was wel omdat ik te laat ben. Dat denk ik. Ja, dat is waar. Wim! Dag. Goedenavond. Welkom. Dag Jannie. Hallo. Hey, we hebben grote vriend Jan. Er is een beetje. Dat durft ik niet meer hoor. Er is een bordje vol. Geluid dan. Camera loopt. Komt die beroemde klap weer. Goedenavond, we zitten hier bij Wim, hoogheid van de Nette Ermandes. Wim, om eens even gelijk met de deur in huis te vallen. Wij kwamen hier eigenlijk, of tenminste, die zonder de belastingpapieren invullen. Ja, van wie dacht dat? Ja, dat is niet van ons. Ja, nee. Hoe kom je zo bij de belastingpapieren? Je bent nog geen belastingambtenaar. Nee, want dat heeft altijd al geboeid. Belasting voor ons liggen. Ja, nog wel al liggen. Kijk, je mij eruit kunt slepen. Ja. Ja. Maar dus, wat is je beroep? Mijn beroep is projectcoördinator bij Deltium College. Dus een heel andere tak van sport. Nou, weer wacht, project. Coördinator. Coördinator. Dus je coördineert projecten die ze bij Deltium binnenhalen. Ja. En bij wat voor projecten moet ik me dan voorstellen? Ik zit bij techniek en vormgeving. Dus een heleboel projecten in de metaal. Projecten die binnenkomen, dus bedrijven die doen een aanvraag. Of reïntegratie, dat probeer je dan overdag weg te zetten. Nou, dat is vaak moeilijk vanwege de roosters van de docenten. Ze zijn ook al altijd vol geroosterd. Toch probeer je daar een gaatje in te vinden. En s'avonds heel veel avondtrajecten. Dus docenten regelen. Nou, alles wat erbij komt om een project goed te laten lopen, materialen en dergelijke. Dus. Ja, dat is mooi, maar dan heb je natuurlijk ontzettend veel vrije tijd. Want de scholen, week of 10, 12 vakantie. Ja, dat weet ik niet. Nee, ik ben niet aan schoolvakanties verbonden. Oh. Dus ik heb eigen verlofdagen en die kan ik zelf inplannen. Met zijn goed overleg natuurlijk. Maar dan kun je op meer net zo van de verlofdagen hebben als een leraar. Iets minder. Ietsje. Dan of twee. Dan of twee, ja. Maar dat komt dus wel mooi uit voor de carnaval. Ja, ja. Carnaval ben ik dit jaar 3 dagen vrij. Maar dat is de woensdag. Misschien donderdagmorgen. Dus Dus dat kun je mooi... Kun je goed uit. Maar je zit bij Net Ermandes. Ja. Ben je ook een oprichter? Nee. Nee, ik ben een jaar later gekomen. Ik ben nu 10 jaar dat ik bij Net Ermandes zit. De 10e jaar dat nu en ze bestaan elf jaar. En zitten er nog oprichters bij? Nee, helemaal niet meer. Dat is wel jammer natuurlijk. Maar de laatste oprichter is 1-2 jaar geleden gestopt. Dat was Peter Vader. Dus verder zit er niemand meer bij. Oké, jullie hebben een vereniging en dat is Net Ermandes. En dan heb je een vereniging, het bestuur. En dan heb ik wel eens gehoord dat een presidium. Ja, presidium was toen in het begin van Net Ermandes. Die is later opgedoekt toen de vereniging in één keer stond. Dus presidium opgedoekt, dus we hebben alleen een bestuur. En dan hebben we de leden. En de vereniging is verdeeld in allerlei commissies waar mensen dan deel in nemen. En hoeveel leden bestaat Net Ermandes? Volgens mij nu 24, als ik het hoofd heb.
ben me niet op vast, maar volgens mij 24. Oké, dus als je 6 commissies hebt, dan zitten ze allemaal in de meeste commissies. Meestal zitten wel in 3-4 commissies natuurlijk, ja. Hoe ben jij hoogheid geworden? Ik ben hoogheid geworden, dat is wel een mooi verhaal. Dat is vorig jaar op het Prinsentreffen in Nijmegen. Vorig jaar op het Prinsentreffen in Nijmegen waren we. En dan was ik met Peter Vader. Nou, Peter Vader, een van de oprichters, erelid van onze vereniging, dat had ik dus op de pols. Ik zei, het zal wel leuk zijn dat jij jubileumprins zou worden van onze vereniging. Nou, en ze zegt, maar vanwege de drukte van zijn werk, had hij er weinig tijd voor. Zeg maar, ik kan niet overal naartoe gaan. Ik zei, jij doet aardig wat voor de vereniging. In feite, zou jij eigenlijk jubileumprins moeten worden? Toen zei zijn vrouw, Jacqueline Amalia, die zegt, als jij prins wordt, word ik je adjudant. Nou, eentje heb ik al. Nou, en zo is het balletje gaan lopen. En toen is een oud buurmeisje van Amalia, Alexia, is de tweede adjudant geworden. Dus wij wisten al vrij vroeg stadium, was alles al rond. Ja. Dus en dan krijg je weer de boel om op te bouwen richting het carnaval van dit jaar. Maar waarom koninklijke namen? Nou, ik was bij 11 jaar geleden ben ik prins geweest bij de Knieënbelters. Toen was ik prins Wim. En denk, ik wil niet prins Wim de tweede of prins Wim de derde of weet je wat. Mijn officiële naam is Willem. Mijn roepnaam is Willem. Ja, weet je wat, doe ik prins Willem. En dan kwamen de dames en ik dus spontaan. Nou, dan doe ik Amalia en doe ik Alexia. Waar ik helemaal niks met koninklijk huis heb. Dus ik sta ook met mijn proclamatie. Niet van Duitse bloed en niet van Oranje. Dus, Je hebt een Duitse vriend. Ik heb wel Duitse vrienden, ja. Ja, dat was ik, ja. Ja, daar gaan we zaterdagavond naartoe. Al 3 jaar ben je al bevriend met een Duitser op Facebook. Op Facebook, ja. De Ron Grieken. Maar er is ook nog wel wat te doen om je naam. Om mijn naam? Ja. Ik heb gehoord dat de naam stond verkeerd gespeld bij de Grote Prinsenfoto. Ja, dat kwam ik achter. Dus men had het overgenomen. Ik dacht ook dat het weer Prins Wim was. Dus ik had een berichtje gestuurd naar de commissiekrant van Heidelbergs. Ik zei, er staat een verkeerde naam bij. Ik zei, het is Prins Willem. Excuses aangeboden. En volgens mij, afgelopen maandag heeft een rectificatie. Rectificatie is kreeg al een berichtje van de krant. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Maar, slip of de tong, hè? Ja, dus vandaar. Wie bent hier net lekker ontvangen met een bakje koffie, want het eten was op. Ja, dat was een klikkie. Ja, dat was een klikkie. Ja, klikkie die geeft mee aan de hond. Kijk, er is een grote eter zit hier tussen. Zag ik wel, dus van mij zit hij achter mij. Watson, die heeft niet zo van. Watson heeft niet zo van. Nee. Maar we hebben een lekker bakje koffie. Ja. Meer als een steenwiek. Of niet, jongens? Goede koffie. Ja, dat was goede koffie. Want bij de adjudant pannenkoek, dan kreeg je ook al niks, daar heb je ook al te laten. Dus hier weer te laten, kijk wat we nog meer op de planning hebben gehad. Misschien wat we gaan doen. Ja, misschien ben we een keer vol bellen dat we komen. Dat is niks aan, want zoals Nobook, maar ziet die jongen, die ziet helemaal verbaasd in de deuropening. Ik dacht dat ik de belasting wel eens invulde. Ja, die mag je me ook wel invullen. Maar goed, ik heb niet zoveel te doen. Nee. Je had het net over, we gaan naar Duitsland. Ja. Wanneer? Zaterdagavond. Ik ga zaterdagmorgen eerst naar Prinses Christel van de Knieënbelters. En dan smiddags rond 4:15 vertrekken wij richting Duitsland. Naar Wesel. Oh, met die mensen die we toen in de WSV hadden. Ja, de stadsprins die komt er ook. Maar ik heb begrepen, die had die avond nog een tweetal andere verplichtingen. Dus, normaal gaan we elk jaar naar Wesel. En KVC in Wesel organiseert daar altijd een avond. Alleen dit jaar niet. Dit jaar hadden ze op de dag van Nijmegen als een vroegshopper. Ja, daar konden we helaas niet naartoe. Maar nu is een andere vereniging, dat heet de Kuppeling Familie. Schijnt beroemd te zijn daar in die contreinen. Die organiseren ongeveer dezelfde soort avond als KVC. Dus ik had een berichtje gestuurd. Dan is dat leuk. Nou, ik heb het programma toegestuurd. En dat bijna exact wat KVC ook organiseert. Dus we gaan weer met een busje vol die kant op. Met een busje vol, naar alle mensen. Man of 27. Dus. Jullie hebben al een carnavalsfamilie? Ja. Je zoon zit erbij? Ja. Je vrouw, die zit nooit meer achter in de hoek van de kamer, want die had een zonderse pak aan. Ja. Trouwens, dat moet ik weer even erop zetten, hè, dat zonderse pak. Want, jawel, want als we in Steenwijk waren, we ook. Ja. En toen dacht ik eerst dat we in Hunnebed terecht kwam, maar het bleek dus ook gewoon nuus te wezen. En toen zei ze al van, ik heb mijn zonderse pak aan. Nou, dat was net zo'n soort pak als van Jannie al neer. Dus dat zet me er straks nog even op. Ja. Ja,
Jannie, wat, heb jij nu ook nog een functie? Jannie is, die heeft een functie van begeleider van de hoogheid. Als twee adjudanten, één van de adjudanten die kan. Want twee, één van de vorsten, twee, dan, zeg maar, die gaat dan mee. Of die is dan de eerste tweede aanspreekpunt. Oh, oké. Okay. Dus, maar dat redt zich wel. Dus dan is zaterdag Duitsland, eerst de Christel, ja. Duitsland, en dan? Zondag Sneek, zondagmiddag gaan we Sneek. En dan komende week woensdag Prinsendarten. Donderdagavond natmaken van de wagen, zie ik voor het eerst de wagen. Nou, vrijdag begint het grote feest. Er werd een naam trouwens, natmaken van de wagen. Ja. Nou ja, doop van de wagen. Doop, ja, dat lijkt me niet beter, want natmaken van de wagen, ja. Dat ging met die raar idee. Nee, ja. Dus, de doop van de wagen, laat ik het zeggen. De doop van de wagen, dat lijkt me van de peer. Ja, ja, ja. Dus dan, en dan hebben we een vol programma, dan, nou, ik denk dat we elkaar nog wel verschijnen hier. Oh, dat denk ik ook wel. Ja, waarschijnlijk hier dan. Ja. Dat komt wel goed. Dus, het lijkt ons een mooie versie. Mij ook wel. Dus, nou ja, net als 11 jaar geleden, toen ik ook Prins was, weer kort seizoen. Ja. Dus, ik hoop dat weer een beetje meewerkt. Ja. Dus soms is niet uit, Kien, van, ben ik nu wel, kort seizoen of niet aan de bumbaan. Dat is man, kort seizoen of niet aan de bumbaan. Nee, nee. Oh, dat is toeval. Toeval. Oh, dat is toeval. Dat is toeval. Okay. Ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik denk dat Wieger hier wel weer wat mee kan. Ja. Hoop ik tenminste. Want Wieger, die moet alles goedkeuren. Ja, ja, ja. En dan mag Gerard aan het werk. Eerst alles nog kijken en dan... monteren. Wim, ik wil je bedanken voor het invullen van het blad. Nee, niet voor de belastingformulier invullen. Voor je kom nee. Ik hoop dat, dat de mensen het leuk vinden. Ja. En dan nemen jullie alle prinsen en ze werd die nat. Oké, nou, leuk. Hallo, leuk dat jullie waren. Ja. Ik sta daar nog een beetje beduurd van te kijken. Dus, ja, dat is al te zien. Ja. Ja, je praat ook wat minder als... Ja, nee, ze praten, weet je. Nou, meestal een slokje op hebt dan begint het. Ja, dat begint het wel, hè. Oh, dan denk ik bij de prinses van de Ton zat dus ook met een slukje erin. Ja. Dan denk je ook dan nog beter. Ah, ging goed, okay, maar dan het nog beter gaan. Nog weer brengen maar aan dan. Is goed. Ik denk dat Gert wel genoeg heeft. Ja, Gert? Nee, gaan we lekker door. Gaan we lekker door. Heb je nog tijd? Heb je nog tijd? Nou, je hebt nog zeker een half uur. Ja. Nou, wat zullen we dan drinken? Wat moet je dan drinken? Wat is je dan? De bankje zit niet vol. Jongens, willen jullie toch wat drinken? Met een tweede bakkie, of wat anders. Batsen ergens. Batsen, als Hans gaat drinken, dan stoppen we. Doei! Nou, Wieger, dat was weer een interessante rond. Vooral met mijn vriend. Batsen, dat was helemaal nog wat moois. Maar, we hebben hem weer gerustgesteld. Wim hoeft geen belastingpapier aan in te vullen. Geen 1600 euro. Nee. Dus dat kunnen we helemaal goed. En dat trouwens al te zien, hebben we ook nog een postzak in de kliko. Ja. En ik werk niet bij de post. Ik heb me vast niet eerlijk aan. Nee. Wieger! Weet je waar ik al papier voor verzamel dan? Van hoelenbappers. Nou, dat is die cultureel, hè? Hey. Weer een scoop. Weer een scoop. Die zijn aan Wieger, goeiedag. En die zien we weer. Dus, ja, weer het. Wieger, tot zo graag. Mannen, kijk.